Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Het is altijd mogelijk. Ik heb er geen idee van. Het ligt een beetje aan het wereldgebeuren en Amerika en zo. Nou, ik hoop van niet, want dat zijn we allemaal nergens. Nou, ik denk het niet. Nee. Nee. Volgens mij niet. Nee. Nee. We hopen van niet, laten we het zo zeggen. Ja. Nee, maar ik denk niet dat er een derde wereldoorlog zou komen. Nee, daar gaan we niet vanuit. Laten ze niet hopen. Ik hoop dat ze de verstand gebruiken. Juist. Nee? Als ze doorgaat wel, ja. Ja. Nee, die komt zeker niet. Ik ben met hem eens. Denk je, zo, dat is wel een hele moeilijke vraag. Laten we het niet hopen, maar er lopen genoeg idioten op deze wereld rond. Dus het zou best wel eens kunnen gebeuren, ja. Je hebt er maar kaas op. Nou ja, ik denk in ieder geval wel dat er nog een keer een grote oorlog gaat komen, ja. En dat het zijn vierde delen zou splitsen. En dat is al zover is het al gekomen. Dus ik denk wel dat het inderdaad nog... Ik denk niet dat wij het meemaken of mijn kinderen, maar denk daarna wel. Tussen nu en 150 jaar? Denk ik. Ja, net zoals in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het is gewoon heel slecht natuurlijk. Voor iedereen. Dan zijn we nergens meer. Alles is weg. Ja, ja, ja. Dat is het. Ja. Een hoop ellende, denk ik. Ja. Voor alle burgers. Ik denk dat ze de wereld kapot maken helemaal. Ja. Dat denk ik, ja. Ja. Dus, maar zover komt het niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat we er allemaal zo geweest zijn en is dus alles in één keer weg is. Dat alles in één keer weg is. Ja. Met de kern in, als het een kernoorlog wordt, hè. Ja. Catastrofaal voor de hele wereld. Ja, en daarom komt hij niet. En daarom komt hij volgens mij niet. Want China gaat nu over 10, 15 jaar het machtigste land worden van deze wereld. En China weet, en ook Amerika weet, dat als een grootscheepse oorlog komt, dat het catastrofaal wordt. Ja, ja, desastreus natuurlijk. Hè. Het leven wat we nu gewend zijn, dat kunnen we wel op onze buik schrijven. En we zullen mensen gaan verliezen om ons heen. En, niet echt een heel leuk onderwerp volgens mij. Nee. Maar goed, dat vorige onderwerp was leuker. Ja, dat was ook. Ja, ja, precies. Maar dat is het. Ja, ja. Ik hoop dat het meevalt voor deze regio. Als ik dan toch over mijn eigen omgeving mag praten. Ja, een derde wereldoorlog, heel veel slachtoffers. Ja, erger kan natuurlijk. Ja. Als met een atoom begonnen, zal het verloren, denk ik. Ja, ik denk dat de gevolgen zo zijn dat er in ieder geval wel weer meer mensen samenkomen. Denk ik, meestal door oorlog, dat mensen samenkomen, vind ik. Dat alles weer een beetje gereset wordt. Misschien dat we ook weer anders gaan nadenken over hoe we dingen moeten indelen. Want niet momenteel gaan we verder van elkaar af. Dus ik denk het gevolg is dichter bij elkaar komen. Het is nog te ver weg. Ik denk dat we daar nog niet zo bang hoeven voor te zijn. Maar ja, de wereld wordt steeds kleiner natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ik ben daar wel, als ik nieuws kijk, dan word ik een beetje bang. Niet een beetje, heel erg. Want ik denk aan mijn kinderen, kleinkinderen. Hè? Die moeten het nog maken. Kijk, ik heb mijn leeftijd al, dus dat is niet zo erg. Nou, nee, nog niet echt. Nee. Wij zijn hier zo beveiligd, denk ik. Buiten dat, ik denk dat het allemaal een beetje, net als toen, een beetje koude oorlog is. Hè? Een beetje meer babbels hebben dan een ander. Juist. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ja, denk ook wel. Ja. Nee, eigenlijk niet eens zo, nee. Het is toch meer bij jij als de Noord-Korea. Oh, dat heb ik niet verwacht. Nee. Ja. Nou, dat is wel. Nee, voel ik mij niet bedreigd voor. Want Noord-Korea weet dat als het wat gaat doen, dat het ook daarvoor catastrofaal wordt. Ik vind het eigenlijk een beetje
een beetje lachwekkend vind ik het eigenlijk een beetje worden. Het zijn gewoon twee mannen die een hele grote mond hebben. Maar eigenlijk niks doen. En ik hoop dat het, een beetje, dat het daarbij blijft. Ik heb ook altijd een beetje het gevoel dat een Amerikaanse president minder macht heeft dan iedereen denkt. Er zit nog altijd een hele partij achter die ook nog zijn acties goed moet gaan keuren. En ik verwacht dat dat in Noord-Korea ook wel zo zou zijn. Want als die jongen echt alles voor het zeggen had, dan had hij misschien ergens al een bommetje kunnen plaatsen. Nee hoor. Nee. Nee, niet echt, nee. Nee, ik ben zelf bezig om in Azië te gaan wonen. Dus nee, ik voel me eigenlijk niet bedreigd.